Ga je het doen? Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Hey yo, what up, gang? Welkom in deze gloednieuwe vlog. Ik ben net wakker geworden, ik voel me lekker. Ik zit hier te editen en er ligt iets voor de deur. Er is iets voor de deur neergelegd. Een van de meest vieze dingen die er bestaan op aarde. Het is mijn stront. Wat? Let op. Hey. Ik ga zo richting Shahid. Dan neem ik dit mee. Ik weet niet of het al in de titel en thumbnail staat, maar dit wordt heftig. Misschien gaat er wel gebarfd worden. Een klein barfie. A little bit of vomit. You know we're gonna see it. You know what it is, man. Right there, bro. Hey, hey. Ik heb zoveel zin in vandaag. Ik denk dat het weer een hele leuke dag gaat worden bij Shahid. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Dus ik ga me opfrissen. En dan nu is het tijd om de RS6 te starten. Of trouwens, Don, doe eens gek. Ik pak gewoon de Lambro. Zo, fantastisch shot dit. Lekker met het stuur erin. Maar ik kan hem niet anders neerzetten. Maar jullie moeten wel even die ventine horen. Hey broer, komt u man. Gewoon luisteren, ja? Het is hard geluid, dus doe je geluid zachter, oké? Okay? Ik weet niet wat ik aan doen met koffie. Oh. Every night she walks right in my dreams. Says I met her from the start. Woe! Ik ben in een goede stemming vandaag. Ik weet niet wat het is, maar... Weet je waar het tijd voor is? Om dat ding even goed in te trappen. En anders eens, wat blijft die V10 toch geweldig? Wat een geweld! Het is echt... Ik heb gewoon kippenvel, kijk, kan je dat zien? Heel klein beetje. Oh mijn god, wat een auto. Hey! Hey joh! Even wegbrengen, ziek komt eraan, dus ik heb de garage opgezet voor je. Dankjewel. Alsjeblieft. Groetjes. Hoi, Luciano. Wat lief. Wat lief. De garage is voor me opengezet. Helemaal toppie. Nou, plooi die auto even lekker hier aan de kant. En dan ga ik alvast naar binnen. Ben ik helemaal alleen in Hazesjerak. Gevaarte nummer 1. En dan hier zo gevaarte nummer 2. Achter de smoky glass. Kijk, ik heb even mijn laptop meegenomen. Kan ik hier verder gaan met editen? Ik denk ik ga editen, maar ik zie al leven op de camera's. Ik denk Mr. Kunstgebit, of niet Binky? Nee, wat denk jij? Ik weet het al bijna zeker. Reffen bro! Reffen bro! Oh hier. Reffen bro! Oh. Hé hey, Milanatje! Reffen bro, hoe gaat dat dan? Oeh, V8! Zit ik goed? Nee. Oeh. Ja, bijna het hek op zijn auto. Gooi eens, ja. Gaat hij niet boven de 5000 of zo? Nee, ik ben niet heel enthousiast, hè? Hè? Juist, ik ben niet enthousiast. Je hoort wel dat hij echt goed klinkt, man. Ja, hij is voor standaard. Maar volgens mij mag het niet meer met die nieuwe... Nee, nieuwe emissies mogen niet meer boven de zoveel toer uitkomen hier. Want hij reft tot 3000, maar hij knettert nog wel. Maar voor een V8 in 2021 klinkt hij wel goed. Oh, Daddy Express, hoor. Hoe is het, Mr. Kunstgebit? Ja, lekker, man. Leuk man, wat gaan we doen vandaag? Ik heb iets heel smerigs mee. En we zouden eigenlijk vandaag naar die Iceman gaan. Ja, zonde. Maar dat kon helaas niet doorgaan. Maar we maken er zelf wel weer wat leuks van. Maar dat doen we altijd, hè? Dat komt goed. Heb je Diva gezien? Ik heb Diva niet gezien. Ik zie alleen Binky hier zo. Wat is er met Divaatje? Die had iets ontstoken nog wat eens. Er kwam pers uit de... Koekoek. Uit de Virginia. Diva. Ja, nou, zo'n divatje is het niet geweest als de pus uitkomt. Oh, hey diva. Hey. De baarmoeder is eruit. Hallo. Is je baarmoedertje eruit? Nou, het lijkt wat beest dun ineens. Ja. Het lijkt wel een kleine leeuw. Zo'n naaktkat. Ja. Diva. Hey, gaat het met je meisje? Ja, Milana. Je moet rustig doen. Zeg jij. Zeg jij. Heb je niet vandaag geopereerd? Ja, ze is rustig geopereerd. En ze heeft net een fopje ingeleverd. Ik heb net twee cadeautjes voor haar gekocht. Wat heeft ze ingeleverd? De fop, Spijn. Oh, ga je stoppen met Spijn? Ja. Hey, Milana, zal ik jou eens wat vertellen? Donnie, sommige kinderen hebben Spijn, toch? Nee. Ja, sommige kinderen hebben Spijn. Sommige kinderen hebben gaan duimen. Niet vertellen hoor, tegen papa, maar ik heb toch mijn 12e geduimd, weet je dat zo? Sabbel op mijn duim. Je moeder zei ook dat je 11 was toen je pas zindelijk was. Wat? Je moeder zei dat je 11 was toen je zindelijk bent. Nee, dat was 16. Milana, dus je moet gewoon stiekem als papa niet kijkt, moet je gewoon lekker door aan die speen. Hey gast! Oké! Zie je?
Nee, natuurlijk niet. Moet je niet doen, want dan ga je tanden krom staan. Wist je dat? Mijn voortanden stonden over elkaar en naar voren. Hey, maar ik het te lang heb gedaan. Ja, dan moest ik ook bijna een kunstgebit. Nee, maar jij gaat nog wisselen. Wat boeit dat? Nou, wacht maar tot je wat ouder wordt. Dan ga je daarom geven. Anders moet je net zo'n nepgebit laten zetten als papa. Dat wil je niet, hè? Dat ligt lekker op de mat trouwens. Meestal zit er een paardje. Ik had het echt door het duimen. Met twee voortanden helemaal naar voren stond. Ik zat de hele dag zo. Duim in mijn. Ik hoopte de hele dag dat het goed kwam, want ik was alleen maar aan duimen. En Milana, wat vind je van onze nieuwe swag? Jezus. Lela! Hey! Ik heb een hoorn! Ik zie dat er is heat. Staat eindelijk weer wat een keer bij me omhoog. Niet alleen je neus. Maar ja, ja, zo, je hebt al zo'n smal hoofd en dan met zo'n ding op je kop. Net of je zeg maar vroeger uit de vagina werd gehaald, zo. Dan heb je toch ook zo'n hoofd. Ja, je hebt het vier keer kunnen zien bij jezelf dus. Oh, kom maar. Bij mezelf niet. Hebben jullie nooit een keizersnee gehad? Nee. Nee, hoor. Zo, ze scheidt ze zo uit. Snap je dat, Milana, wat papa nou bedoelt? Nee. Hoe worden kinderen gemaakt? Door Klein. Door Klein, ze hebben het onthouden. Ik vroeg Ker Milana, hoe worden kinderen gemaakt? Ik dacht zo oprecht door Klein. Nou, ik heb een Klein. Ze hebben ook echt klein. Hoe kom je daar nou weer aan? Maar Milana, weet je echt hoe kinderen worden gemaakt, of niet? Ja. Hoe hebben wij jou gemaakt? Ja, was je zo verkouden, ja? Ja, jongens, ik ben altijd on the go met mijn lappie. Lekker editen, vlog zat in de render. Laat even je story zien. Oh. Sheet ging even Ferry kijken op Netflix. Dat is een nieuwe film over drugs in Brabant. Hij is gewoon, komt hier gezellig. 3 uur editen. Dat is niet waar. Ik word helemaal een uur en een kwartier. Maar daardoor ging Sheet even film kijken. Deze lelijke is klaar met editen. Oké. Okay. Doe een geweldig pauze. Want deze lelijke is klaar met editen. En hij heeft iets godsgoors. Oh. Want deze lelijke is klaar met editen. En hij heeft iets godsgoors meegenomen. Ga je ver rijden? Ik denk dat ik ver rijd. Jij moest janken net toen je terug ging kijken. Oh, ja, ik denk dat ik Ferry. Ook gewoon zo'n boers. Zo goed, gewoon zo random. Hey, je zou zeggen dat ik random ben. Ja, we wouden buiten die surfstorm een ja, maar we gaan het hier doen. Of had ik al gezegd wat we gingen doen? Weet ik niet. Ja, ik heb dus in mijn auto surfstromming. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Het is Scandinavisch. Surfstromming mee. Dat is dus een Scandinavische delicatesse. En het is zo smerig dat heel veel mensen alleen al bij het openmaken van het blik, het zit dus in een blik, dat ze al moeten spugen, moeten overgeven. Zo erg stinkt het. Dus als je het eet, moet het natuurlijk helemaal walgelijk worden. Het is gewoon een delicatesse in Scandinavië. Ik geloof Zweeds dat het is. Nou, ik weet niet. We moeten het maar gewoon chappen. Het is volgens mij rottende vis in blik. Daar komt het. Ja, het is een soort challenge, een surfstorming challenge. Het is wel geloofd dat het regent, want als je nou moet nekken, dan moet je binnen. Nee, maar zo, ik ben naar een emmertje mee. Een emmertje mee. Jezus, wat een weer! Het giet! Wat een gek! Ik heb 2 motten in mijn oude jas. En die 2 motten, die zaten er pas. Is dat wonen? Je weet niet. Die wonen er pas, of die zaten er pas? Weet ik. Die wonen er pas. Hop! Even snel gepakt. Even kijken. Zo. Wow. Kijk dan. Ziet er ook echt heel ouderwets uit. Is het nog maar goed? 2023. En dat maakt ook niet meer uit nu. Zo, gast, waarom? Ja, weet ik veel dat dit zo. Het zelf blaast. Kijk. Je moet goed schudden, wat een mooie. Surfstromming. Gusta en Elise Frikchel, al die is getrouwd. Oh, lekker, 4 tot 6 graden. In je kofferbak was het 18. Ik heb geen kofferbak. Bewaar een koelkast bij 4 tot 6 graden. Ja, dat maar ja, binnen 7 dagen, hij is. Gisteren geleverd, geloof ik. Oh, ik ga echt kotsen, denk ik. Ja? Ja, heel veel. Echt heel veel. Ja? Weet je wat ik net maar als ik jou... Dan ga ik echt janken. Als je gaat lopen. Maar jij hebt heel veel gegeten net, toch? Ja, heel veel. Ik heb rijst, popcorn, chips. Ik heb alleen croissantjes op en een beetje fruit. That's it. Dus als ik moet... Maar ik denk niet dat het... Maar het is mentaal. Het is mentaal. Is dit soort van vis? Het is rottende vis in blik. Rottende vis? Ja, volgens mij wel. Dat is een delicatesse. Althans, anders maakt het wel zo. Haring of zo dan?
Volgens mij is rot een haring, weet ik niet. Ik google het even. Oké, surstromming. Wat is surstromming? Ziet het even het bankje goed? We gaan buiten toch zitten, onder het afdakkie. Oké, surstromming. Het proces van gisting, oftewel zuren genoemd, zoals ze dat in Zweden zeggen, gaat door in het blik. En dat levert een opbollend blik met gegiste haring. Oké, het is dus haring. Hoe langer het in het blik zit, hoe boller het blik dus ook gaat staan. Deze is redelijk plat. Dus, geen idee. De geur is heel scherp en de smaak is tegelijkertijd rond en pikant met een onmiskenbare zuurheid. Waardoor ik jou kokken? Gewoon door mijn verhaal. Ja. Echt joh? De letterlijke vertaling is zure haring. Traditioneel Zweeds gerecht. Dat bestaat uit gefermenteerde, gegiste Oostzeeharing. De Oostzeeharing wordt ook wel stromeling genoemd. Nou jongens, interessant. Nou, genoeg geluld, we gaan het gewoon proberen. Die fucked up haring. Is dat mijn sieraad? Nee, dat is haring. Ga je story maken. Ja. Ja. Ruimte vrijmaken. Kijk eens wie hier is gekomen met deze rottende vis. Echt een Bas-Smit challenge. Nou Bas, ik ben fucking benieuwd. Ze doen het over heel de wereld dit, hè? Maar besef, in Zweden chappen ze dit gewoon voor de lol. Is dat niet goed? Nou, aan mij de eer om te beginnen. Kom maar een beetje dichterbij, Sjiet. Ja, wil je dat? Ben bang. Durf je niet wel goed filmen, hè? Ik weet alweer hoe dit gaat. Ja. Weet je hoe zo'n ding werkt? Laat eens zien hoe die werkt. Hoe? Je weet het wel, nu knijpen. Hard nu knijpen? Ja. Jij gaat nu ook zeker met je story filmen. Moet je wel echt goed filmen. Ja. Nou, knijpen. Oh mijn god, wow! Zo, maat, dit gaat no fucking way dat dit in mijn mond stopt. No way! Zo, maat, ruik! Dit is niet normaal! Dit is echt niet normaal! Je pet! Ruik je het niet? Nee. Gap! Ruik je het? Nee. Shit, het is echt niet normaal. Pik. Ik ruik het hier nog. Hé, hey, ruik. Ruik. Je ruikt het hier nog. Woe, het zit daar. Het is echt niet... Ga je echt kotsen? Shahid, we moeten gewoon puur voor het verhaal moeten we een hapje nemen. Shahid, maat, voor het verhaal. Gewoon allebei een hapje. Geef er eens één goede snif aan. Het is... Doe van dichtbij. Het is echt... Hoe kon je het eerst niet ruiken? Hou je adem in. Ga hem verder openmaken. Voor het verhaal moeten we wel een hapje nemen. Hier staat een emmer. Shahid. Hey, ik heb nog nooit zoiets geroken, man. Het is echt... Dit slaat helemaal nergens op, rottende haring. Gaat het lekker, Shane? Oh, wat walgelijk. Maak hem open. Maat, maak hem open eens. Ga je het doen? Hier. Dat wordt blurren, maat. Ga je het doen? Nee, het is echt, dit is abnormaal. Het kost ook gewoon 50 euro per blikje of zo, hè? Je kan het met niks vergelijken wat ik ooit geroken heb. Wow, het is zo heftig, pik. Ga je het doen? Nee, dit kan toch ook niet gezond zijn? Film van mij. Pik. Gast, dit kan toch nooit goed... Dit kan gewoon niet goed zijn voor je, dat bestaat niet. Daar komt het. Shit, ga een hapje nemen van de surstromming. Ja, daar ga je al. Ik moet me even mentaal voorbereiden. Dit is deze lucht alleen al. De smaak moet echt... Ik heb natuurlijk 2 weken geleden corona gehad. Op dit moment had ik echt gewild dat ik geen smaak en reuk had. Ik ga het gewoon doen. Schijt, ik doe het. Ik wil het weten. Gewoon hier, happen. Hier, filmen. Oké. Okay. Oh, maar het ziet er ook niet uit, hè. Kijk dit. Kijk hoe dit, wat is dit, gast? Je hield het gewoon binnen. Moet even je kunstgebiedje omspoelen zo. Kijk. Doe nu een hapje, neem een hapje. Kijk dit. Neem een hapje dan. Nee, wacht nou even. Kijk hoe het eruit ziet, pik. Doe. Oh.
Schimmel sterretjes, geen grap. Schimmel sterretjes. 3, 2, 1. Ik kan niet beschrijven hoe vies dit is. Het is echt met niks te vergelijken. Ik hou me zo missen. Dit is niet normaal toch, hè? Zo, het blijft ook gewoon. Ze was lekker. Wat een delicatesse. Swipe op voor me. Zusdromming. Shahid, jij nam een likje? Neem een hapje. Doe het voor het verhaal. Het is het waar. Het smaakt nog 10 keer zo erg dan het eruit houden. Niet bij nadenken. Gewoon doen. Gewoon doen. Oh. Hij is niet zwaar aan het kotsen. Oh mijn god, ja, het komt eruit. Ja, en je hebt ruimte, Sheet. Let's go. Adem in en een hapje. Oh mijn god, ik kots veel, hé. Hey, en hoe smaakt het, hé? Hey? Hoe smaakt het? Kan die andere ook openmaken? Hoezo? Hoezo moet ik die andere openmaken? Heb je honger? Ja, je hebt ruimte. Ik zweer het je, dit is echt krankzinnig. Ik had niet zo erg verwacht. Ik heb niet gekotst, het was alleen maar kwel. En dat komt puur denk ik omdat ik weinig gegeten heb. Anders is wel 100% eruit gekomen. Mijn stembanden van het persen. Ja, dit is echt niet, dit, jongens, dit is echt, bestel dit niet. Het is gewoon walgelijk, je wordt bijna onwel gewoon. Hoe kan dit? Sorry als ik in herhaling van mijn dingen zeg. Ik weet niet of ik dat doe, maar dat is niet zo gek in dit geval, hé. Shahid. Dit is echt niet normaal, man. Ik heb nog nooit zo... Ik heb de filmpjes wel gezien. Ja, stel aan, ik vind het hele blikje leeg, dacht ik. Als Samantha zo terug is, leggen we het in de auto, ja? Oh, nee. Ik weet niet, maar... Je zit de straat zo wel denk, wat ze niet aan het doen. De hele straat. De buurman staat ze voor de deur. Gaat wel goed daar, joh. Je wordt er onwel. Oké, okay, kans 1 op 10 wie er nog een hap moet nemen. Ja. Nou, geurk is ook lekker zuur. Shay. Eerst voor jou, dan voor mij. 3, 2, 1, 2. Oeh, nu voor mij. 3, 2, 1, 8. Nee, nee. Oh nee, dit vind ik echt... Kom ik zelf met zo'n kut idee weer? Dit... Oh mijn god, dat lucht. Ik ben zo blij met kom op maat te geven. Oh. Waarom ben jij altijd niet? Waarom ben jij nooit? Met die 1 op 10's. Kan met jou sowieso niet, vind ik niet. Ja, jij wint. Allebei. Nee. Oké, nu is de drempel weg. Ja. 3, 2, 1. Als jij dit echt niet meer leuk. Ik zweer, als ik een slechte dag had, ging ik gewoon janken, hè. Gewoon geen grap. Oh, echt. Oh, dit is zo vies. Ik probeer mijn kok in te houden. Oh, je ruikt helemaal. Ik probeer echt mijn kokken in te houden. Nee, niet doen. Oh, doe dit een keer met rooi. Ik ruik het helemaal, ik ga mijn hele adem ruiken naar walgelijk, ik zweer. Oh. Oké, jongens, laat even weten in de comments. Met wie Don het de volgende keer moet doen. Laat weten in de comments wie ik nu moet zoenen. Geef maar een kus dan. Nee. Doe dat. Nee. Ja, je doet echt gewoon je mond spoelen met zeep. Ja. Dat doe je toch alleen als je gevloekt hebt? Ja, dat scheelt wel weinig. Je hebt wel een zeeppompje op je rug zetten. Oh maar, mijn god. Ik hoef het gewoon door de zeep heen. Dit is niet normaal, hè? Met je kattenogen. Dat is nou weer mee. Ja, zie je, kijk. Ja, ik heb 7 levens hoop ik dan, want nu is het 1 weg, hoor. Zo, maar dat is niet normaal. Ik had niet verwacht dat het zo erg... Oh, mijn adem! Oh! Oh. Ik schrok echt heel erg. Ja, ik schrok heel erg. Wat ging je doen met die emmer? Ja, omspoelen. We zijn even een manier aan het zoeken om het weg te krijgen. Maar ik word... Oh, het is... Ja, we gaan het in een zak doen. Dichtknopen gewoon in de prullenbak buiten. In de zwarte bak. Dan vinden we het best geweest. Ik heb wel eens vaker visgeuren geroken in mijn leven.
Maar dit is veruit de ergste. Gelukkig ook maar, anders was het flink mis hoor. Sheet zegt tegen me, als je naar me toe komt, zorg dan even dat je iets leuks meeneemt of zo, dat we iets geks kunnen doen. Ik zeg, nou dat komt wel goed denk ik, maar dat het zo erg was. Jij ja, heel vrolijk zei je, ah, ik neem die ene haring, die is nog wat. Ik zeg, nou neem die zes nog wat maar mee. Oh mijn god. Nou, je hebt trouwens wel... Er staat daar nog een blikje bij jou. Ja. En die ga ik 100.000% met mijn vrienden nog even proeven. Gewoon iedereen optrommelen en dan vreten. Optrommelen. Ik zweer, we hadden het bij zijn mand moeten doen. Oh, nee, dan komt het even betrekking tot je eigen auto's, hè, eikel. Dit meen je niet. Sheet wordt gebeld. Enzo en Miron, die zijn hier over een paar minuutjes. Ik denk dat Miron het niet doet, maar dat Enzo wel een gokje waagt. Nee, maar Myron die wil ook echt wel altijd dingen proberen. Ja? En te ondernemen. Zij is wel ondernemer. Ja? Dus ik denk dat zij het wel gewoon... We gaan het zien. Rijden. Ik ben benieuwd. We zien het wel. Ze zijn er elk moment. Oké, dames en heren. Ze zijn gearriveerd. Hey, Miron, Enzo. Hello. Klein hapje. Ruik er dan even aan. Nee, nee. Alleen ruiken. Nee, man. Nee, Enzo lust niet eens vis, dus die gaat dan alleen... Ja, maar dit voor de ervaring. Het is echt... Het ligt in een container dat je alleen even ruikt. Ja, het ligt al in een container dat je alleen ruikt. Hoe heet het dat? Wat heeft dat? Ik zei iets van sustain of zo. Sustain. Zit het daar? Ja, dat is het blikje, die is dicht. En we hebben eentje opengemaakt, maar die ligt in... Surstroming? Nee, ik heb fuck goor, man. Ja, ik doe wel even... Oh ja, dat doe jij wel? Nee, ik zei het nog, hè. Myron is een ondernemer die... Miron, het is zo fuck... Het is echt niet normaal. Shahid heeft lopen kotsen, jongen. Ja, ik zag het op de story. Ik ben ook net wakker, ouwe. Echt? Ja. Dus het is kort voor vijf. Ja, maar in de auto. Oh, lekker. Even lekker tikken. Mag ik een klein sniffje? Maar je gaat het al ruiken. Je ruikt het van ver. Je ruikt echt wel van ver. Echt? Ja, ik zweer. Al zou je 3 jaar niet douchen, het ruikt nog 10 keer erger. Maar stink jij niet uit je bek dan? Ja, gas, ruiken wij er niet naar? Rook je het niet binnen dan? Ruik je het? Hier. Oh, je ruikt het al. Ruik. Ruik. Oh ja, ik ruik het al, ja. Ruik is echt goed, Miron. Ik ruik het hier zo extreem. Ja, heel vies. Ja, heel vies. Maar ik kan er wel tegen. Maar ik kot sowieso nooit. Nou, neem eens een hapje, dat verandert ook. Ik kot ook nog. Ja, ik heb trouwens ook niet gekot. Het is echt heel vies, maar dat komt ook omdat de container sowieso erg stinkt. Nee. Dit is nee. Echt nee. Dit is echt puur... Dit is dit. Echt? Dat is dit. Dat is dat. Dat is niet, die container is gewoon clean. Maar dat je de... Oh. Ja, heel vies. Ik krijg wel een beetje kippenvel. Hey, Enzo, het is wel lekker wakker worden als je er even heen loopt. Wel, doe even, joh. Nee, ik stond hier. Ik stond hier en ik rook het. Ah, het is wel echt verschrikkelijk. Ja, zeg maar dat ik een push weer. Ik doe het niet. Ja, Enzo die is heel strikt hoor, voor zichzelf. Ja, ik heb al zoveel gekke dingen gedaan. Ja, dit is echt abnormaal. Ja, maar dit is niet mijn straatje, man. Nou, ik zal je vertellen, als je het doet, stink je uit je straatje. Nefzie hier. Nee, ik heb het al goed. Matje! Klein knubbeltje. Luciano, kom, we gaan de prullenbak ruiken buiten. Ga je meekijken? Ga je kijken? Samant, wil je de prullenbak ruiken buiten? Nee hoor. Jawel, jawel. Mag Luciano ook wel ruiken? Oh, heeft hij in zijn broek gepoept? Heb je gepoept? Nee? En je één sniffie? Echt niet? Ja, jawel joh. Luciano, kom. Dit is maar een geur. Wil jij het wel ruiken? Nee. Nou, we zijn lekker enthousiast hier allemaal. Ja, Gio wil het wel even ruiken. Kom maat. Hier Gio, kom eens. Hij ruikt het al. Nee, ruikt hem niet eens. Ja, kijk. Oh, ik ruik het wel. Kijk, hier. Ruik eens. Wat is dat? Gio, bij de kont. Verstinkt dit? Ja. Oh. Vind je het vies? Ja. Ja, dat is vies, hè? Ja. Beans, what the fuck? We got some. But we got no. Beans. Oh, heerlijk choppen, hé. Hij is geboren voor het slapen. Enzo, eten aan tafel. Enzo heeft natuurlijk een inkoopmomentje. Enzo, TikTok is leuk, maar eten is ook goed voor je. Op een koud blok zo hoog in de toeren, Sheet. Je moet je schamen. We gaan even racen. Nee, dat is niet waar. Ik ga naar huis. Ik ben moe. Sheet, en jullie gaan een TikTok maken of zo? Ja. Wat voor TikTok?
TikTok dat je eerst water gooit over de... Ja, dat kunnen we ook bij jou doen. Maar dan heb je wel jouw kleine nodig. Toen jij deze Lambo kocht. Oh nee, ik heb... Ja. Ik heb niet bij de leuzen vandaan. Nee. Want normaal gesproken voor de mensen is het zo dat als je een gloednieuwe Lambo koopt, dat je dan een schaalmodel krijgt. En nu heb ik ooit een keer een TikTok gezien. We zijn aan het vloggen! Hey! Hij heeft weer content nodig voor zijn story hoor, die eikel. En het is zo dat als je dan het schaalmodel in je handen hebt en je doet zeg maar met de dop eraf natuurlijk wat water over de voorkant en je zoomt zo met je camera in en je doet daarna water over de voorkant van je grote echte auto met logo. En je zoomt uit. En dan met een vet muziekje. Dan heb je vette TikTok. Dan heb je vette TikTok. Van klein naar groot, van speelgoed naar real life. Aangezien Galit niks van TikTok begrijpt. Ga je hem helpen? Ja, dus ik pak de sleutels, de poort, alles. Dus ik denk, ik help me. Ja, heel veel succes bij Sheet. Bedankt voor het barven, ik vond het gezellig. Oké, okay, hey Gio, later bro. Later bro. Hey, later man, rustig aan. En niet treffen. Nee bro, dat doet je vader wel. Nou, dan ga ik weer naar huis. Ik ben helemaal op. Nee, ik pak even mijn telefoon, wacht even. Wat dan? Hij heeft me nodig voor de content! Oké, dan moet je even daar zo naar mij toe komen rijden. En dan ga ik aan de kant staan van jouw bestuurderskant. En dan als ik dan naar jou toe kom, dan... Ja, ik ga alleen maar praten, niet en dan leren. Dus als ik dan naar jou toe kom, dan doe je het raampje naar beneden en dan film ik jou. En dan is ook wel, voor de mensen van de vlog snappen het ook wel. Zo, hij pest... Oh, raam open! Is het karma gek? Ik ruik gelukkig niks. Oh, wat goed. Wait. Nice car, man. What do you do for a living? I sell coconuts. Wow. Have a pleasure with coconuts. Thanks. Well taken. Bye. Bye. Tag coconuts. Dag, Shahid. Bedankt. Oké, Don, goed nadenken. Heb je alles? Heb je alles? Goud dat je bent, heb je alles? Portemonnee, camera. Waar is mijn camera? Oh mijn god. Nou, dat duidt dus aan hoe moe ik ben. Laptop, wat had ik allemaal bij me? Nou, op naar huis. Ik ben thuis. Ik heb al komkommer in mijn bek. Ik heb alweer een hele vlog geëdit. Ik zit te kijken op mijn camera's. En er komt even gezellig aan mijn mensen langs. Mees. En dan neemt gewoon twee maten van hem mee. Nou, gezellig. Nou, morgen gaan we ergens heen. In de ochtend. Dus dan vandaar dat die hierin komen. Die pit hier. Althans, Mees en ik gaan naar heen. Zijn vrienden zijn hier gewoon. Voor de gezelligheid. Kijk. There they are, mate. Ho, licht uit. Ik dacht dat jullie met drie man kwamen, maar jullie zijn met z'n tweeën. Ja. Wat dan? Nee, ik leg het uit. Ga, doe eens open, man. Oh. Leg uit. Hey! What's up, bro? Yo. Bro. Hey, what's up, volkomen? What's up, bro? Waar is Damien? Waar is bij Damien? En. Er waren nog een paar vrienden bij Damien. En. Die konden niet achterlaten, soort van. Oh. Dat is fucked up, ja. Oké, okay, vraag. Ja, rook ik niet naar vis? Nee, ik heb denk corona, ik ruik niks. Focus drink vodka! We gaan even gewoon lekker op ons gemak hier een klein drankje doen. We pakken de vodka erbij, we pakken de focus erbij. We hebben de hele koelkast volgeramd. Het is gewoon oprecht lekker, die focus drink met die vodka. Helemaal top, daarachter staat het ook helemaal vol met focus. Maar is het dan, hè? Als je... Ja, ik... Dat je inderdaad nu dronken kan rijden als je focus drinkt en vodka hebt. Want je bent wel gefocust ondanks dat je dronken bent. Ja, ik... Nee, dat is zeker niet waar. Dat was een grapje. Help me, Theo! Mees, het is gewoon, het lijkt er echt op. Hoe heet het nummer ook weer? Party Rock Anthem, toch? Mees, dat die gozer kan wel zien. Ja. Ja, niet heel goed, maar... Mees zit eindelijk in een doos. Applausje! Wat hier nog?
die zit half vol. Nah, Driekwart, die is er op. Deze fles is op. dat zagen we al, ja, ga ja, verder. Deze fles, dat zie je niet. Als je hier omkijkt, is het net een verrekijker. Wow! En we hebben er nog eentje staan volgens mij. En die gaat niet op, want de weg kost het. Maar... Meisje gaat wel nog even een drankje inschenken. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien, we hebben het weer erg naar ons zin. En de meeste stembanden, die werken morgen weer niet. Ik heb 2 nachten, 3 uur geslapen. Ik ben rijp voor mijn nest, maar vind ik het gezellig? Ja, blijf ik hangen? Ja. Doe even nog 1 keer, she made some fucking... She made some fucking... Brains. Jurre, are you good bro? We zitten hier even te kaarten en iedereen is bestrijd! Waar staat dit goud voor? Is dat voor... Zit hier echt bladgoud in? Dit is de nieuwe goldstrike. Auto vergeten. Ik was in slaap getiefd, een paar wodkaatjes. Ik dacht, omdat ik zo weinig slaap had, maar oh, was even gezellig. Wat een bizarre dag. Binnenkort meer van de surfstroming. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Mocht nou zo zijn, vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later toppers. Yeah.